Kevin Rijnvis was het in de tweede helft waarin hij één bal zag. En die belandde achter je in de laatste seconde. Met hoe zuur gezicht sta je? Ja, ongelooflijk zuur. Echt. Deze had ik eigenlijk niet zien aankomen. Als je dan in de 65e minuut, voor mij 70e minuut, de rode kaart van Rijnsburg. Ja, en dan kom je met 10 man, of zij komen met 10 man. En dan denk je van hier gaan we punten pakken. En geen bal gehad, niks was er gevaarlijk. En dan één bal en die valt verkeerd en je zit hier met lege handen. Ja, en dat is zeker op voorhand gezien teleurstellend. Je had vandaag een mooie stap kunnen zetten richting de middenmoot. Ja, dat denk ik ook. Je hebt vorige week of twee weken geleden heb je goede overwinning. Begin je tweede seizoen zelf goed. Je moet de serie neerzetten. Dat is gewoon belangrijk dat je in deze fase een paar wedstrijden wint. Waardoor je net even wat meer lucht hebt, waardoor je net wat meer beter gaat voetballen. En dan is het heel zuur dat je nu weer de deksel op je neus krijgt. Dus dat het is ongelooflijk, echt waar. Ja, de eerste helft begon Rijnsburgse Boys vrij goed. Je moest nog een paar keer handelend optreden. Daarna namen jullie het heft in handen en met name de tweede helft waren jullie heren meester. Ja, nee, ik vond dat we veel te slap begonnen. Ik vond dat Rijnsburg ons in de wedstrijd hield. We kwamen overal te laat op het middenveld. Ik vond de afspraken kwamen niet na. Ja, in het eind tweede helft pakken we dat wel iets beter op. Ja, en de rust heeft Simon heeft gewoon harde woorden gezegd. En dat het gewoon een tandje erbij moet, anders gaat het gewoon niet lukken. En dat heeft hij gedaan en dat resulteerde dat we wel beter waren in de tweede helft. Maar ik vond ons nog niet te daadkrachtig dat we gewoon die wedstrijd naar ons toe trokken. En dat wij even uitmaakten dat wij met de punten vandoor gingen. Dat gebeurde gewoon niet. Ja, volgende week speel je tegen Scheveningen. Die winnen vandaag met 6-1. Zeg misschien niet al te veel, maar die zijn in een iets betere flow komen die naar jullie toe dan dat jullie die in Nijkerk spelen. Ja, kijk, elke wedstrijd is op zich natuurlijk. Dat is voor ons het belangrijkste, weer gewoon maandag de draad oppakken en dat we gewoon weer een volle focus naar Scheveningen. We hebben natuurlijk ook wel wat recht te zetten naar vorige keer. Dat je 3-0 voor staat en dat je dat nog weggeeft. Dus het is een mooie gelegenheid om weer die knop om te zetten en weer te gaan. Ja, jullie hebben thuis nog geen wedstrijd gewonnen. Speelt dat nog mee? Nee, dat hebben jullie te vaak over de mensen eromheen. Maar in de ploeg is het helemaal niet. Maar goed, we gaan gewoon voor die 3 punten. Klaar.